is. Je stopt in oktober, ga je in november weer door. Dat staat toch nergens op? Het is de maand oktober en dat betekent stoptober. Maar hoe gemotiveerd zijn de Groningers eigenlijk om te stoppen met roken? Want ik denk van ja, als ik niet verslaafd ben, dan heeft stoptober ook niet echt een nut voor mij of betekenis. Nou, als ik zou roken, dan denk ik dat ik een stop met roken, dan zou ik een betere reden nodig hebben dan een maand waarin iedereen het toch doet. Ja, ik denk er wel eens aan om te stoppen, maar het is zo lastig. Er is zoveel stress met school dat ik dat dan liever op een ander moment doe. Het is gewoon een kwestie van volhouden, dat is voor iedereen. Als je één wil stoppen, dan moet je gewoon de knop omzetten. Ik denk dat het gewoon een PR-stunt is. Want dan zie je weer mensen om je heen die weer gaan beginnen in november. Ja, dan denk je van, ga ook alweer weer beginnen. En hoe ben jij gestopt? Niet. Heb je tot nu toe nog geen betere reden gevonden? Nou, nog niet de reden, nee. Is het super slecht voor je? Ja, het is hartstikke slecht. Ik vind het wel lekker, maar aan de andere kant is het ook wel ongezond. Ja, ze moeten het zelf weten eigenlijk. Doe lekker wat je zelf wil, maar het is niet goed voor je ofzo. Maar ik zou nooit zeggen van doe het niet. Ja, ik denk wel dat je elkaar ook kan motiveren om te stoppen, zeg maar. Je moet gewoon even doorzetten. Dus als je naar een feestje gaat en iedereen rookt, dat je dan als enige zeg maar binnen zit, dat het gewoon een beetje lullig is soms. Roken! Als het goed is, rook ik één keer.